Nog even een kleine terugblik naar gisteravond. Op verschillende plaatsen in ons land was namelijk een bijzonder fenomeen te zien. We zien hem op deze foto, een kring om de maan. De kring om de zon is natuurlijk wat bekender, wordt ook wel halo genoemd. En zo'n kring om de maan ontstaat als we met sluierbewolking te maken hebben. Hoge bewolking die uit ijskristallen bestaat. En die ijskristallen hebben een zeshoekige vorm. En zodra dat maanlicht dan gebogen en gereflecteerd wordt in die ijskristallen, dan krijg je dus zo'n kring om de maan. Nou, gisteravond hadden we dus met die hoge bewolking te maken. Maar vanochtend keken we toch wel tegen wat dikkere wolkenvelden aan. Maar er kwam in de loop van de dag wel wat verbetering in. We zien hier op de foto uit Den Helder ook ruimte voor blauwe luchten. Ook mooi die banden met bewolking. We zien hier eentje liggen, dan wat blauwe lucht, een tweede wolkenband. En hier verderop zien we die derde wolkenband. Dus die bewolking scheurde steeds meer open in de loop van de dag. Nou, hoe zag dat er van boven dan uit? De foto is natuurlijk van onder afgenomen. Op het satellietbeeld zag die bewolking er zo uit. Dinsdag einde van de ochtend op veel plaatsen nog bewolkt, maar die bewolking schoof steeds meer naar het noordoosten weg. En we zien hier wat ruimte voor de zon verschijnen. Maar vanaf de Noordzee komen er wel weer nieuwe flarden bewolking onze kant op. Er komt daar ook neerslag bij kijken. En daarvoor maak ik even een stapje vooruit. De prognose van de weercomputer. En dan valt op dat we te maken hebben met een lage drukgebied. Tussen Schotland en IJsland ligt die. We zien hem hier net in de hoek van de weerkaart. Een uitgestrekt lage drukgebied. We zien hier verschillende banden met neerslag om dat lage drukgebied heen krullen. En daar krijgen wij vervolgens ook mee te maken. Vanavond de meeste buiigheid in de westelijke helft van het land. En tijdens de nacht komen er meer buien ook wat dieper landinwaarts. En ook morgen overdag trekken er nog wel een aantal buien over. Nou, vervolgens krijgen we met dit hoge drukgebied te maken boven Centraal-Europa. Komen wij aan de flank van dat hoge drukgebied te liggen. Wordt het droger, maar hebben we af en toe nog wel met wolkenvelden te maken. Nou, dan nog even met de weersymbolen erbij. Hoe ziet dat er vanavond uit? Zo'n 13 of 14 graden op de meeste plaatsen droog. Maar vooral in het noordwestelijk kustgebied wel dus nog kans op een enkele bui. En vannacht neemt die buiigheid op meer plaatsen toe. Komen die buien wat dieper landinwaarts. Koelt het af naar een graad of 11. Maar tussen die buien door bij opklaringen kan de temperatuur wel net onder 10 graden duiken. Nou, morgen overdag vallen verspreid over het land nog wel wat buien, maar dat hoge drukgebied gaat later op de woensdag al wat meer invloed uitoefenen. Die buien trekken weg naar het oosten en vooral de namiddag zal dan overwegend droog verlopen. Temperatuur stijgt naar zo'n 14 of 15 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Dan nog even vooruitblikken naar de dagen die daarna volgen. Dat hoge drukgebied zorgt voor het afnemen van de buiigheid. We hebben een paar droge dagen voor de boeg. Temperatuur blijft vrij hoog voor de tijd van het jaar, zo'n 14 of 15 graden. Geregeld ruimte voor de zon, dus af en toe ook nog wel wat wolkenvelden. En echt pas op de langere termijn stijgt de kans op een bui weer.